Hallo allemaal, welkom weer bij een filmpje van Kunst een Keer. We gaan vandaag vogels tekenen omdat het heerlijk weer wordt. Ik heb hier bijvoorbeeld een tekening van een eend. Deze is gemaakt met vetkrijt. En ik heb hier twee tekeningen van vogels die gemaakt zijn met waterverf. Voor deze keer ga ik kijken of we in ieder geval iets kunnen doen met kleurpotlood. Omdat het toch iets gemakkelijker is als met waterverf, omdat niet iedereen dat in huis heeft. We hebben ongeveer 5 A4'tjes nodig. Nou, we beginnen er gewoon met 1. We gebruiken er 4 gewoon om te oefenen. Dus dat mogen ook gewoon tweedehands A4'tjes zijn die ik kwijt wil. Jullie mogen gewoon weer met potlood tekenen. Ik teken weer met een stift, zodat je tenminste ziet wat ik doe. We beginnen met het eenvoudigste vogeltje om te tekenen, namelijk een kuikentje. Het kuikentje bestaat eigenlijk gewoon uit 2 bolletjes. Dus we tekenen een wat groter, een wat kleiner bolletje en een wat groter bolletje. En daarvan maken we een kuikentje door een beetje aan de achterzijde 2 pootjes eraan te zetten. De pootjes hebben deze vorm, alleen het knietje zie je heel slecht bij een kuiken. En meestal hebben ze 3 teentjes naar voren en eentje naar achter. De snavel van een vogel, dat is wel heel interessant, zit net als bij de mens de mond zit, aan de onderkant van de kop. Dus niet in het midden tekenen, dan krijg je een soort neusidee en een snavel is echt een mond. Wel gecombineerd met een neus, maar hij zit echt wat verder naar onder. Dus je moet denken aan deze plek ongeveer. Meestal loopt hij wat verder door naar binnen. Hier zitten vaak de neusgaatjes. En hier het oogje aan de zijkant van het kopje. Want veel vogels zijn prooidieren, dus je moet goed opzij kunnen kijken. We verbinden dit kleinere rondje op een beetje aardige manier met het grote. En we maken een heel klein staartje aan. En een vleugeltje. Nou, kuikentjes hebben vaak al een beetje een vleugeltje. En daar hebben we ons kuikentje al. Gaan we meteen door naar de volgende. Dat wordt het meesje, of musje, het kleine vogeltje. En dan hebben we bijvoorbeeld een pimpelmeesje en een roodborstje. Hier hebben we ook nog een koolmeesje. Dan zien we hetzelfde vormpje als bij het kuikentje. Dus, kopje, staartje is vaak iets langwerpiger bij de meisjes dan bij het kuikentje. Het is gewoon een kwestie van even kijken hoe het zit. Het snaveltje komt weer een beetje onderaan het hoofdje. En gaat weer vast aan het andere vormpje. En ook hier zien we weer pootjes. Die bij allemaal kun je het niet zien, die zo uit het lijfje komen en dan naar voren steken, maar dat zie je dus niet. Dus wij zien gewoon alleen die onderste, het onderste stukje van de pootje. Nou, ze zitten vaak heel ingenieus om het takje heen gevouwen. Pak vooral een voorbeeldje erbij, zodat je goed kunt zien hoe dat bij jouw vogeltje is. En op die manier teken je het meesje ook weer met het oogje in het midden. Doe het gewoon net als ik. Maak gewoon allerlei lijntjes. Maak je niet druk over het eindresultaat. Want daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat je eens een keer oefent hoe zo'n beestje uitziet. En ook hier weer gebruiken we gewoon degene die wel gelukt is en die wel mooi is. Om verder mee te tekenen. Nou, hier zit hier een takje. Dus ook wel leuk om die te tekenen. En daar hebben we het meesje, musje of roodborstje-achtige vogeltje. Gaan we door naar een wat grotere vogel, een wat uitgerektere vogel, namelijk de ekster of de merel. Die hebben iets minder compacte vorm. En hoppadee, dit wordt het hoofdje, iets minder groot. Het lijf daarentegen wordt langer en groter. En hier zien we wel duidelijk de bovenkanten van de poten. Bij de kip zou je zeggen de kippenduitjes. En dan daaraan de
het onderstuk van de poten wat we net alleen maar zagen, hè, bij de kleine vogeltjes in het kuikentje. Nou, hetzelfde idee, drie teentjes. En net als bij onze vingers zitten ook drie stukjes in. Hè. En ze hebben drie teentjes en wij maar twee. Nou, dat is bijna niet te doen, maar jullie snappen het. Stukjes buigen zich zo om die tak heen. Nou, die staart is een stuk groter. Ik pak even meer om, want ik heb niet meer zoveel plek. En de vleugel is een stuk langer. En ook de nek is een stukje langer. Hè? Het is allemaal wat langgerekter. En de snavel is ook een stukje groter. Maar ook hier weer zie je dat de snavel... Ik heb even een beetje mooi gauw vast op de ezel. De snavel komt gewoon een beetje naar binnen. En daar is onze merel. Zo gaan we het doen. Niet mooier, niet beter. Gewoon op deze manier. En dan gaan we naar de laatste beestjes. In Amsterdam zeggen we de drijfzeisjes. Oftewel de eendjes. Eens even kijken waar ik die had. Aan de achterkant van het roodborstje. En daar zijn ze. De zwaan en de eend. Hier tekenen we nog een wat kleiner kopje. Vooral omdat het anders niet oppast. We tekenen een groot, een beetje ovaalachtig lichaam. En daar trekken we de hals naartoe. En we zien al, dit wordt een eend, want de zwaan heeft een langere nek. En hier komt dan zijn staartje. En zijn vleugel. En daartussen heeft hij zo'n mooi krulletje, die eend. Echt heel mooi. Nou, ook hier zie je bijna niks van die bovenkant van die kippendijtjes. Maar je ziet wel heel goed de poten. Let op dat je die dijtjes wel voor jezelf bedenkt. Zodat je weet waar die zitten. En deze heeft natuurlijk ook gewoon drie tenen naar voren. Maar daar zitten van die flippers tussen. Alle vogels hebben de poten een beetje verder naar achter staan dan dat je zou denken. Maar bij eenden en zwanen en andere watervogels is dat nog wat meer. Omdat ze natuurlijk zich moeten vooruit moeten zwemmen. En dan staan die poten gewoon wat verder naar achteren. Nou, hun snavel is ook heel bijzonder. Ze hebben ook een heel klein ondersnaveltje. Dat zie je bijna niet. Echt een heel dun laagje. En een bovensnavel komt daar een klein beetje overheen. En loopt dan echt zo lekker eendachtig. Een kleine, groot, vrij dik eroverheen. Neusgaatje erin, die mag ook weer wat verder. Het leuke aan eenden vind ik altijd dat ze een beetje een soort van lachend gezichtje hebben. Gewoon omdat hun kop zo uitziet, want ze lachen helemaal niet. Maar dat vinden wij mensen leuk, hè? En dan het oogje erin. En daar is onze vriend de eend. Nou, wat je nu doet is kiezen welke tekening je het leukst vond, het aardigste gelukt vond. Die pak je even met een stukje tape of plakband. Helemaal niks uit. Vorige keer hebben we al een keertje geoefend. Dan moet je maar kijken op het andere filmpje als je het leuk vindt. Hoe je met potlood een tekening kunt overzetten. Nu gaan we het gewoon met het raam doen. Dan neem ik even mee naar het raam. Zo. Hoppatee. En nou plak ik mijn tekening op het raam. En ik plak daar met een tapeje een blaadje op en dan kan ik er gewoon doorheen kijken. Vaak is het leuker als je de staart wat verder naar achteren doet en de snavel wat meer plek geeft. Zodat we wat meer kijkruimte krijgen, zo noemen we dat bij een tekening of schilderij. Ik doe het even met deze stift weer, zodat jullie iets kunnen zien. Ik zou het zelf doen met een dun stiftje of een zwarte pen. Dat ziet er ook heel leuk uit. Dus we gaan de vormen die we goed gelukt vinden, gaan we overtrekken. En dan een platte kop. Een oversteek van de vleugel. En dan hier die krulletjes tussen. Mijn mannetje is dat natuurlijk.
Drie tenen met vliezen. En zo trekken we die vorm over. En nu hebben we een eend zonder al die hulplijntjes. Nou, draaien we even terug, zodat ik mijn eend ook kan gebruiken. Deze gaan we inkleuren. Ik ga hem zo nu dan even pauzeren, zodat het wat sneller gaat. We gebruiken gewoon 12 kleuren, 12 kleurtjes. Ja, wat je hebt. Ik heb gelukkig een beetje mooie potloden. Het enige wat echt niet bruikbaar is, is van die kinderpotloden die zo keihard zijn en allemaal die streepjes trekken. Maar ik hoop dat jullie iets beter potloden hebben om te gaan doen. Nou, we gaan kijken. Ik heb hier een eend in waskool. Dat kan natuurlijk ook, hè. En die zagen jullie net al even. Allereerst ben ik begonnen met gewoon heel dun die vorm op te zetten. Toen heb ik wat dingetjes gekleurd. En uiteindelijk heb ik hem helemaal ingekleurd. Dat gaan we met die potlood ook doen. Dan kijken we even goed naar de eend. En dan zien we bijvoorbeeld dat hij hier wat bruine vlakken heeft. Dat doen we gewoon dun. Nou, ik ben nu op een printpapiertje bezig met maar 12 potloden. Als je meer mogelijkheden hebt, bijvoorbeeld iets beter papier, iets meer potloden, gebruik die dan ook gewoon. Maar ik wil gewoon voor iedereen ja, dat ze gewoon mee kunnen doen. Even pauzeren. Nou. Ik hoop dat hij nu weer doorloopt. Ik heb een aantal stappen gemaakt in het kleuren. Ik heb het gewoon op deze manier ingekleurd. Ik heb nu een zwart potlood, wat ik gebruik voor het grijs. Ik gebruik het gewoon dun om een grijze tint te maken. En je ziet dat ik het ook gewoon over het bruin heen gebruik. En al hier ga ik hem gewoon over het bruin heen gebruiken. En hier zit nog een stukje zwart bij zijn staart. Daar gebruiken we wat dikker. Dus het is belangrijk dat je hem echt in verschillende laagjes opzet. En vooral van dik naar dun ook kleurt. Nou, je ziet dat ik niet even mijn best doe om vreselijk netjes te kleuren. Ik ben een vrij ongeduldig mens. Dus ik doe liever een paar laagjes over elkaar heen, dan dat ik het in één keer heel netjes moet doen. En dan pak ik mijn bruin weer, want ik zie dat er toch ook wel wat bruin hier bij die borst zit. En dan maak ik het dubbel. Ik heb hier zelfs nog mijn zwarte lijn gewoon overtekend, omdat ik het buikje te klein vond. Mijn stift. Dus daar ga ik even een nieuwe zwarte lijn maken. En door dat donkerbruin zie je dat toch niet zo. Een tekening kun je altijd veranderen en verbeteren. Zo kleuren we gewoon steeds laag over laag. De eend in. De groene nek is niet alleen maar groen, er zit ook blauw in, dus gebruiken we ook gewoon blauw. En dat is niet de goede kleur blauw, dat is bruin. Dan gebruiken we ook blauw om dat effect te krijgen. Van een blauw-groen hoofdje. En zo blijf je gewoon heen en weer kleuren met blauw en groen. Tot je vindt dat je een beetje dat effect hebt van je afbeelding. Het is natuurlijk ook leuk om eerst zelf buiten foto's te maken en dan na te tekenen. Maar
Tegenwoordig hebben we zoveel afbeeldingen. Voor de poten heb ik nog een roze gezocht. Ik heb geen wit in deze kleurdoos. Het is wel altijd heel fijn als je wit hebt om je kleuren te mengen. Maar met deze roze ga ik de pootjes een beetje levendiger maken dan als je alleen maar knaloranje gaat inkleuren. Gebruiken we de oranje nog voor wat licht en donker accentjes. Het gaat er niet eens om dat je zo netjes inkleurt, maar vooral dat je het levendig maakt door verschillende laagjes over elkaar te gebruiken. De ene is namens geel. Hij is vrij geel-geel. Eigenlijk zou ik een beetje wit willen gebruiken, maar dat heb ik niet. Ik heb wel een beetje oker. Om hem iets minder eenkleurig te maken. Dus die zet ik even een beetje op de bovensnavel. En dan ga ik met die gele hem wat dikker inkleuren. Zodat hij toch een beetje variatie in het geel heeft. Nou, ik hoop dat je het leuk vindt. Groetjes van Kunst een keer. En ga aan de slag.